twee momenten. Eén was voor Alliander een prachtige regie en prachtig licht op het podium. Dus ik hou wel echt van esthetiek. Dat vind ik echt prachtig. Zijn aandacht aan. Dat klonk ook fantastisch. Maar eigenlijk wat ik de mooiste vond was een groot congres. Wat werd georganiseerd door het Sophia Kinderziekenhuis. Over mensen met een aangeboren afwijking zoals ik. En daar zaten allemaal professoren in de zaal. Die eigenlijk allemaal van de harde kunst zijn. En daar heb ik mijn verhaal verteld en mijn muziek gespeeld. En daar waren ze onverwacht behoorlijk geraakt door mijn verhaal. Dus het was niet alleen mijn harde kant, het kwam een hele mooie zachte kant erbij natuurlijk. Prachtige gesprekken gehad. Met wie werk ik graag samen? Nou, ik werk heel graag samen met mensen die een gezamenlijk doel hebben ook. De gezamenlijke waarden te vinden en elkaar op een circulaire manier te kracht te geven. Dus ik zeg de verbinding om ook een platform te zijn, gelijk voor de rest. Maar als je me echt vraagt met wie ik nu echt heel graag samenwerk, dat is met Duco, een 17-jarige talentvolle trompetist die al op Pinkpop heeft gestaan. Die vaak aan het einde van mijn presentatie ook komt, waardoor ik het podium maak, het podium geef en ruimte maak voor hem. Want als jij uit het licht gaat, dan komen andere mensen uit de schaduw. Ik denk dat als je de echte waarden, als wij allemaal onze persoonlijke waarden van muziek en de daarbij horende stilte echt gaan ervaren, is dat verandering echt een paar verschillen. Nou, het brengt je mensen en geeft wat ruimte om mensen heen. Om eens te kijken, wat wil ik? We weten allemaal wat we leveren. Misschien dat het ook wel ruimte geeft om misschien niet alleen maar te zenden op 100% vakmanschap, maar misschien 70% vakmanschap en 30% lidmaatschap. Om ook ruimte te creëren voor je omgeving om samen waardes te definiëren en van daaruit bijdragen te leveren.